De eerste reguliere aflevering van Matisse gaat door heeft zaterdagavond bijna 1,4 miljoen kijkers getrokken, blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek. Het nieuwe programma van Matisse van Nieuwkerk trok meer kijkers dan tijdens de oudejaarspecial, toen er meer dan 1 miljoen mensen keken. Eigenlijk zou Matisse gaat door op 9 januari al van start gaan. Van Nieuwkerk raakte echter besmet met het coronavirus, waardoor de start van het programma met 2 weken werd uitgesteld. Tekst gaat verder onder advertentie. De 1,4 miljoen kijkers waren goed voor een 9e plaats op de lijst met best bekeken programma's van de dag. Met de score heeft Matisse zijn verwachtingen overtroffen. Het lijkt me een heel breed te omarmen programma, dus ik denk 1 miljoen, voorspelde hij vrijdag zelf in Op 1 over de kijkcijfers. Wie is de Mol was op 1 met ruim 3,2 miljoen kijkers het best bekeken programma van de dag. Het NOS-journaal van 20 uur volgt op de 2e plaats met 2,6 miljoen kijkers. Weet ik veel op RTL 4 maakt met 1,6 miljoen kijkers de top 3 compleet. Buzzeletsblok ADS.